Noodhulp ten behoeve aan de Bahama's. In verband met de tragische gevolgen van de orkaan Dorian op de Bahama's deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken mede dat de regering van de Republiek Suriname $100,000 als noodhulp beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van onze getroffen broeders en zusters op de Bahama's. De regering van de Republiek Suriname zal verder via het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, een lading van 10 containers met water, melk en vruchtensap verschepen naar het getroffen gebied. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.